Ja, dit wordt een hele bijzondere nieuwsuitzending. Dit wordt nieuwsuitzending nummer 099. En die is met de meneer van Jochler 66. Het is allemaal toevallig, moet je niks van aantrekken. Nee, het is een hele leuke uitzending geworden. Jurk Griesman heeft een YouTube kanaal. Dat kan je heel makkelijk vinden met Jochler, J-O-G-G-L-E-R 66. En hem heb ik dus vandaag aan de lijn gehad. En we hebben echt gelachen. Hij weet ontzettend veel. Het enige vervelende is dat het was een soort proefuitzending. Dus ik heb de audio te laat op de startknop gedrukt. Dus het eerste stukje hoor je niet. Dus dan moet je even wennen. Dus je haakt halverwege in. En toen heb ik op de record pas gedrukt. Maar dat komt omdat we niet echt afgesproken hadden om op te nemen. Maar de volgende keer dat ik Jurk aan de lijn heb. Jurk. Dan is hij wel goed. Ook is het zo dat Jurk een beetje overstuurd is. En dat gaan we er ook volgende keer beter doen. Ja, oefening baardkunst. En jullie kunnen nu echt een uur lang gaan luisteren naar wat Jurk Griesman te vertellen heeft. En zo stom is dat niet. Hou daar goed rekening mee. Nou, heel veel kijkplezier. Ik ga er fotootjes op plakken. Die lopen momenteel al, als jullie hier naar kijken. Weer nieuwe foto's gemaakt in de stad. Het is altijd heel erg mooi hier in Arnhem. Dus kijk naar de beelden en luister naar Herr Griesman. Tjus. Een serie? Met de Footprints of de Jesuits? Nee, dat is uit archieven. Oh, is dat oké? Okay. Is dat archieven? Nou ja. Okay. Nou, de Footprints of the Jesuits en daarvoor had je van R.W. Thompson. Ja. Rome and Civil Power of zoiets. Ja. Dat was ook uit de archieven. Dat laatste wat hem echt gedaan heeft, was Rome and Civil Liberty. Mhm. En dan heeft hij nog een interview met Nicholas Arthur gedaan. En Nicholas Arthur hem daarop drukte, dat hij wilde, dat Tom terug Rulers of Evil ging lezen. En Tom heeft gezegd, nee. Okay. Hij heeft alles in de archieven, dan moet hij dat mal uit de archieven halen. Maar de inleiding was hem kwijt. Mm-hmm. Dus heeft nog een keer een nieuwe inleiding gedaan en dat is, en sindsdien is het niet meer op First Amendment Radio geweest. Oké. Okay. Nou, dat wist ik allemaal niet. Dat was voor mij nieuw. Ik luisterde heel graag naar. Het is voor mij echt. Het was een verlossing na al die jaren naar Alex Jones en Jeff Ramsey te luisteren. Ja. Om dan dit te horen. Kwam het allemaal een beetje bij elkaar. Ja. En ik heb er zelf ook een serie. Daar heb je ook een stukje van geluisterd, heb ik gezien. Jezus en de samenswering. Ja, 64 en 65 of zo, die twee delen heb ik gezien, denk ik. Ja, en, ik vind dat een feite leuk hoe je dat brengt. Dus, dankjewel. En ik vind het ook belangrijk dat mensen er, al zijn het er maar 10 of 20, dat maakt mij dan weer niet uit. Dat mensen daar gewoon even bij stilstaan. Want dat ze op een dag toch een keer de Bijbel gaan lezen. Nou ja, ik ben over het algemeen bezig met Engels en dus Amerikanen voornamelijk. En daarna ben ik begonnen, wanneer was het, in 2015 zeker. Mhm. Verleden jaar, ergens in november, na mijn break met Walt Stickel, ben ik begonnen met in Duits te doen. En ben ik begonnen met dat boek van Babylon naar Rome te lezen, dus van Alexander Hislop, The Two Babylons, in Duits. Mhm. En ik heb nog nooit een reactie gekregen van een Belg. Alhoewel dat mijn YouTube-kanaal hier dus in België is. Mm-hmm. Nog nooit van een Belg? Oké. Okay. Bij mijn weten niet, nee. En in België spreken ze ook Duits. In het oosten spreken ze Duits. Ja, maar kom, vergeet dan. Want die 20.000 man die ze daar hebben aan de Duitse grens. Wat speelt dat voor een rol? Ik bedoel, België is een land dat heeft officieel drie talen. Frans, Nederlands en Duits. Ja. Ja, als iedere burger verplicht zou zijn om twee van de landstalen te spreken, kon iedereen met iedereen communiceren. Ja. Ja, maar wat is dat hier? 3,5 miljoen Walen commanderen 8 miljoen anderen, hè? Is dat zo? Zijn die Walen zo dominant? Oh, ja, tuurlijk. Als je geen Frans kunt, kun je het vergeten in dat landje. Als je in Brussel wilt gaan werken, moet het tweetalig zijn. Als je geen Frans spreekt, krijg je die job niet. Ja. Ah, ja.
zo simpel ist. Ja. Na, spiel auch mal keine Rolle. Belgien sowieso ein heel Jesuiten-Sozius. Dat maakt me sowieso allemaal niet uit. Ja, dat is ook. En in Nederland heb je dat dus ook, hè? Dat het zuiden van Nederland, dat is dus katholiek. Ah ja, maar natuurlijk. Het zuiden van Nederland is Vlaanderen, hè, Perry? Ja. Ja, in Brabant, zeg maar. Ja, ja, maar dat was vroeger Vlaanderen, hè? Mm-hmm. België is een kunstmatig land, hè? Ja. Dat hebben ze opgericht en een Duitse koning erop gezet, om bij wijze van spreken ervoor te zorgen dat ze altijd een veilige kustlijn hebben. Dat niemand niet de hele kustlijn kan bezetten. Dat was hun opzet eigenlijk. Ja, want waar ik dus zelf. Toch maar even te praten. Maar in feite is. Zeg maar, Nederland en België en zelfs een stukje van Duitsland met de Ems erbij. Dat is eigenlijk de delta van Europa. Het Egypte van Europa, zeg maar. Ja, en dat hebben ze gewoon in twee stukken gehakt. Ja. We hebben de Westerschelde en de Oosterschelde. En de kinderen moeten maar leren. Is de Oosterschelde nou van België of van Nederland? Hoe was het ook alweer? Ja. Dus, ik ben voor een. Ik ben eigenlijk voor. Ik maak gewoon. Groot Vlaanderen maken we ervan. We koppelen alles samen. Iedereen mag meedoen die mee wil doen. En iedereen die er buiten wil staan, die moet er buiten staan. Maar ja, dat wil toch die partij hier in België, Vlaams Belang of hoe dat noemt. Mm-hmm. Maar ja, die wilden zich altijd al separeren van de Walen. Hè? Maar ja. Dat gaat een beetje in tegen de nieuwe wereldorde. Hè? Die spreekt van geen nationaliteiten meer, alles ene smeltpot. Ja, ja. En Vlaams Belang zegt juist het omgekeerde. Onze nationaliteit, onze cultuur. Ja. Uh-huh. Maar ja, en toch zijn het Romeinse katholieken die klootzakken allemaal. Hè? Sorry dat ik dat woord gebruik mag. Ja, nou, dat mag wel. Dit wordt niet gepubliceerd. Dus ik ben aan het opnemen, maar dat is alleen om de audio te controleren. Bom, ik neem het ook op, maar ik publiceer het niet, maar als jij het wil publiceren, ik heb daar geen probleem mee, dat mag gerust. Nee, dit is maar dat je het weet, ik heb daar geen probleem mee. Okay, want ik heb altijd alles wat ik zeg, daar sta ik achter. Ja, ik ook. En ik heb daar dus absoluut geen probleem mee als je dit wil publiceren, van te zeggen van, oh, dit is een keer een kennismaking, leer de jou kennen, leer mij kennen, blabla, weet ik veel hoe je dat doet. Ja. Alleen heb ik niet graag als je daarin snijdt. Wat zeg je, Jep? Ik heb niet graag als er een gesneden wordt. Nee. Maar voor de rest vind ik dat oké. Dus als je zegt, ik wil dat graag gebruiken, ik vind dat leuk. Daar zijn zeker mensen die dat willen horen. Dan doe het maar. Oké. Geef mij een link als je het openbaar maakt, dan kan ik het ook zien. Ja, nee, natuurlijk. Ik heb nog nooit iets in Vlaams gedaan, weet je? Dat is een keer iets nieuws. En jij bent dan weer een Nederlander. Hè? Je hebt dan weer een ander accent. Ja. En ik spreek sowieso een taal, daar kijkt er waarschijnlijk vreselijk van op, want ik spreek geen ABN, maar ik spreek ook geen echt Vlaams. Mm-hmm. Ik spreek zo'n mishmash, weet je, zo'n mengeling van alles. Ja. Het lijkt een beetje, ik heb ook een show met een vriend van mij, en die heet dan professor Dr. Marco Robinson. En dat is helemaal niet waar, maar hij heet wel Marco Robinson. En dan kan hij ook, in een bepaalde show doet hij dan een Luxemburgs accent. Dat is een soort mengelmoes van Frans, Duits en Nederlands. Mm-hmm. Het is een beetje allemaal dom. Zo klinkt jouw accent ook een beetje. Maar dat maakt er helemaal niet uit. Het is, Nee, bij mij is dat is heel simpel te verklaren. Uh-huh. Ik ben hier in België gekomen. Ja. En je kan Frans, neem ik aan. Wat? Jij kan Frans. Jij kan... Een beetje, ja. Maar niet zo goed als Nederlands, Duits of Engels. Nee. Gelukkig niet. Nee, echt waar. Ik ben naar hier gekomen met leger. Ik heb toen in de NATO gewerkt en heb in die tijd hier een Belgische vrouw leren kennen. Uh-huh. En we waren eigenlijk van plan om naar Duitsland te gaan als mijn tijd hier voorbij was. Maar uiteindelijk is het daarop uitgelopen dat ik hier in België bleef studeren. Uh-huh. Maar ik sprak die taal niet. Hè. Uh-huh. Dus ja, zondags namiddag op de koffie bij de familie. Hè. Dan ga ik een keer luisteren, dan ga ik een keer Nederlands horen. Hè. Uh-huh. En als ik dan naar school ging, dat was op een hogeschool hier in Hevelé, Heilig Hart Instituut. Uh-huh. Aardig katholiek natuurlijk, maar wist ik veel in hun tijd. Hè, Je hield me daar niet mee bezig met zo'n dingen. Als je daar in de klas zit, hè, de leraar staat van voor, die spreekt Nederlands, dat moet je verstaan. Dan schrijft hij Nederlands, dat moet je lezen, dat moet je afschrijven, dat moet je schrijven. En als hij je aanspreekt, moet je nog antwoorden ook. Dus binnen de korte tijd leerde zo'n taal. Hè. Ja. Vooral als je natuurlijk van Duitsland komt, wat het redelijk gemakkelijk aan de ene kant maakt, maar redelijk gevaarlijk aan de andere kant ook. Hè. Want de zinsopbouw in Nederlands en Duits is niet hetzelfde. Dat klopt. En als je gewoon
als je gewoon een Duitse zin neemt en je vertaalt die woord voor woord naar het Nederlands, dan verstaat u geen mens, bij wijze van spreken. Dat is belachelijk. Dus daar moet je natuurlijk mee opletten, maar in de loop der tijd leerde dat. Maar dat probleem is, op school, die leraars en zo, die spraken allemaal wat ze noemen ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. Maar in mijn familie spraken ze natuurlijk dialect. Dat is een familie van Leuven, die spraken hun dialect. En dus als je die taal niet kent, en je hoort aan de ene kant ABN en aan de andere kant hoor je dialect, maar je kent het verschil niet, omdat je dat nieuw leert, dan smijt die twee dingen door elkaar. En voilà, zo ben ik dus aan het babbelen. Hè? Ja. Maar dus je komt heel helder over. Die dingen die in dialect zeg, mengen zich met algemeen Nederlands. En ik kom dan bij klanten in Antwerpen en zo, daar krijg ik dan complimenten dat die zeggen van, jij bent toch een Limburger, hè? Iedere Belg is beledigd als hij als Limburger getituleerd wordt. Voor mij is dat een eerbetoon. Ja, natuurlijk. Wel. Aber natürlich. En ik heb een tijd in Nederland gewerkt, in de streek van, waar was ik toen, Groningen en Zwolle in die streken. Ja, ja. En daar heb ik het compliment gekregen dat ik toch wel een Belg ben, zeker? Ja, ja. Oh, vond ik schitterend voor mij als Duitser, hè? Ja. Maar ja. Precies. Leuk, hoor. Vandaag de dag speelt dat allemaal geen rol niet meer. Ik ben een... hoe zeg maar dat? Ik ben een burger van het Koninkrijk van mijn Heer. Ja, precies. Ja. Een globalist in de goede zin van het woord. Ja, het Koninkrijk van mijn Heer heeft met een globe niks te doen. Met globaal niks te doen, hè? Nee, ik weet het al. Maar ja, in elk geval... Men redt zich zo heen en weer. En zeker met de talen. Dus. Ja, hartstikke leuk. Nou, om het dan... heb je nog meer dingen toe te voegen aan de kennisvraag? En de kennismaking? Ja, ik heb nu wat over mij verteld. Ik heb nog niks over jou gehoord. Ja, ik ben opgegroeid in Bovenkerk. Dat maar, sorry. Ja. Natuurlijk afgezien van die pdf's die je mij geschreven hebt. Ja, precies. Eigenlijk is daar wel het hele verhaal. Dat is lang geleden, jong. Maar ik heb dat gelezen toen. En ik vond dat heel lief dat je me dat gestuurd hebt met al die opleiding van psychologie. En wat heb je gelezen daar allemaal? Die Nietzsche en weet ik veel. Freud en al die mannen daar heb je gaan studeren of zoiets. Als ik me dat juist herinner. Klopt. Meer of meer. Dus ja... Ik heb dat dan toen gelezen, maar weet je, als je dan geen contact met elkaar hebt, dan vergeet je dat ook weer. En ik lees zo veel. Dat is helemaal niet erg. Ik wilde dat gewoon graag schrijven. En ik vond het fijn dat jij het hebt willen lezen. Dat is eigenlijk alles. En ik wilde nog een derde stuk aan toevoegen. Om het af te ronden. En daar moet ik even over nadenken hoe ik dat moet gaan doen. En kun je ook nu vocaal doen, hè? Verbaal, hè? Ja, nou, waar het ongeveer op neerkomt, is dat, dat ik... Dus, ik ben de Bijbel gaan lezen toen ik 13 was. Toen ben ik 12, 13. Toen ging ik hem begrijpen. En ik was wel zo'n beetje de enige. En het kwam, bij niemand kwam dat over of zo. Dus, ja. Maar dat maakte mij niet zoveel uit. Want ik vond gewoon dat ik mijn eigen mening mocht hebben. En toen later ging ik dus de taalstudie in vanwege mijn vak. Want ik heb een computerprogramma geschreven. En niet een kleintje, maar een hele grote. En ik had daar dus de taalkundige onderbouwing, de logische onderbouwing, voor de fundamenten voor nodig. Dus, en daarvoor ben ik naar de katholieke, dat wist ik toen ook nog niet, naar de katholieke universiteit van Nijmegen gegaan, naar het Hol van de Leeuw. Heb ik ook nog een eed af moeten leggen dat ik het eens was met de, ik mocht geen bezwaar maken tegen het geloofssysteem. Toen zei ik, nou nee, waarom? Nee, je moet daar zweren dat je aan dat heilige sacrament gelooft en... zover ging het niet. Het was... Van de Eucharistie en zo van die dingen, nee, moet je dat niet bekennen allemaal? Nee, dat was alleen maar dat je er geen bezwaar tegen zou maken. Oké. Dat was alles. En toen zei ik, ja, maakte mij niet uit. En daar kreeg ik die logica les en dan ging ik dus... Vooral toen ik Schopenhauer las, en dat was pas in 2013. Toen dacht ik, yes, ja, precies. Dat was wat Christus Jezus zei... Wat in het Nieuwe Testament staat. Dat kan je dus ook. Jezus die flapte dat gewoon uit zijn mouw, zullen we maar zeggen. Maar als je op logisch onderzoek gaat. En je gaat de taal uitpluizen. Dan vind je hetzelfde. Dus ja. Je kan het op twee manieren gaan geloven. Dat is namelijk de ene manier is dat je het gewoon weer gelooft. Omdat Jezus het heeft gezegd. En die andere manier is dat is de moeilijke weg. En dan moet je dus helemaal door al die rijstenbrei heen van die logica.
En dan kom je uiteindelijk op hetzelfde uit. En dat kan ook niet anders. Omdat wat volgens mij in het Nieuwe Testament staat. Die parabelen dan met name. Dat is op zijn Engelse flabbergasting. Dat is echt verbijsterend. Verbijsterend, ja. Dat is indrukwekkend. En dat was dus toen al waar. En dan is die pdf die ik aan jou schreef over de antichrist. Dat is dan een logische ontleding van het begrip antichrist. Want anti, dat is een logische negatie. Dat betekent niets. En een christ, dat is dan dus christ natuurlijk, Christus. En een anti, dat betekent alleen maar dat je dus wel hebt over Christus. Alleen hij is het niet. Dus je hebt ook een antichambre. Dat is een Frans begrip. En dat is een voorkamer. Het is eigenlijk een hal waar je ook een tafeltje hebt. En een koffietafeltje of zo. En een asbakje en een aantal stoelen. En dat is niet de echte kamer. Dat is de voorkamer. Dat is de antichambre. Dus een anti zegt alleen maar dat je er wel op lijkt. Maar je bent het niet. David Icke heeft bijvoorbeeld gezegd in het beroemde tv-interview. Dat hij de wederkomst van Christus was. Ik weet niet of je dat fragment kent. David Icke, weet je, die voetbalverslaggever in die tijd, begin jaren 90. Nou, hij zei dus dat hij Christus was. Ja, dat is iets anders. Want hij is Christus niet. Hè, die is gestorven voor onze zonde aan het kruis, dus hij kan het niet zijn. En als je dus zegt een antichrist, dat is een soort, ja, zoiets als Christ. Hè, je moet wel denken aan Christ als je mij ziet, maar ik ben het niet. En de paus, dat is natuurlijk de echte antichrist. Dat is die andere betekenis daarvan. Dat wil ik bedoelen. Dus antichrist betekent zoiets als Christ. Het betekent ook het tegenovergestelde. Het betekent ook in de plaats van. Ja. Ja, precies. Nee, vandaar heb je dat Latijnse vicarius filii Dei. Dat is substituut van Jezus Christus, bij wijze van spreken. Dus in de plaats van. Ja. So. En in de plaats van, zegt de paus, Jezus is in de hemel, in de plaats van Jezus is de Heilige Geest, dus ik ben de Heilige Geest. Ja, dat gaat dus even lekker. Dat zal ik dus nooit, daar werk ik niet naartoe in dat stukje. Daar gaat het niet. Nee, maar ja, dat is toch zo. Ja, voor wat de paus betreft wel. De paus beweert van zichzelf dat hij Jezus Christus is. Ja, de Romeins-Katholieke Kerk zegt, de paus is Jezus Christus verborgen onder een mantel van vlees. A veil of flesh. Ja. Is dat niet een veil van flesh, sluier of zo? Een veil is toch een sluier. Een sluier van vlees. Ik ben niet goed en altijd de perfecte vertaling. Nee, het is geen kritiek op jou, het is een vraag. Ja. Misschien heb jij wel gewoon gelijk, dat je het moet vertalen als mantel. Nee, dat zal wel veil kunnen. Allee, ja, veil, hoe vertaalde dat in Vlaams? Een doek van, of zoiets? Ja. Een voorhang, allee. Een voorhang. Bij wijze van spreken. Hè? Ja, precies. Dat beweert hij, ja. Mm-hmm. Heb je nog een vraag aan mij? Want anders wil ik weten wat jij nou in Groningen precies gedaan hebt. Wijn verkocht in mijn tijd gewoon. Oh, wijn verkocht? Oké. Okay. Mm-hmm. Franse wijn, Belgische wijn, Duitse wijn? Duitse voornamelijk. Voor die firma Jacob Gerhard heb ik er toen de tijd gewerkt. Mm-hmm. En dat was een Duitse wijnbouwer die in België zijn wijn verkocht en in Nederland ook. En in Nederland hadden ze daar wat problemen en daar ben ik daar naartoe. En heb ik dan een beetje orde op zaken gebracht in die zaak in de tijd. Ik heb ook een tijdje in Groningen gewoond. Niet lang, een paar jaar. Niet. Maar voor mij was dat maar een paar weken. Zo. Oké. En de hoofdzetel van die firma was denk ik in... laat me nu niet liegen, hè. Kan dat zijn Leeuwarden of zoiets? Ja, Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland. Nee, dat is niet. Het was verder beneden. Het was in de buurt van Eindhoven en dan ergens naar rechts weg daar. Ik heb geen flauw idee niet meer. Oké, maar dan maak ik het niet uit. Dat is geweest in 2002, 2003. Iets in die richting, dus dat weet ik ondertussen al niet meer. Maar ja, dat was toen de hoofdzetel. In 2004 ben ik bij die firma ook in België weg, dus vandaar. Okay. Nee, maar het was gewoon van dat ik daar eens een keer een beetje een paar leuke dagen hatte met een paar mensen op de baan. Uh-huh. En die mensen getoond hebben dat er wijn moet verkopen. Ja. Dat was leuk. Snap. Dat is alles. En Groningen stad, dat ken je dus, die stad. Ik vind het wel een mooie stad. Ik ben daar misschien een keer doorgereden. Want je niet echt verbleven. Nee, het is helemaal een mooie markt en alles. Maar er zit ook wel
een hoop katholicisme wel, hoor. Ook in dat noorden. Ja, maar weet je, dat zijn dingen, zo heb ik dat vroeger allemaal niet bekeken. Enclaves of zo. Ja. Zo heb ik dat vroeger allemaal niet bekeken. Ik ben nog maar heel kort geleden tot Jezus gekomen eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat dat nog maar in 2013 was. Aha. Dus nog niet zo lang, hè? Nee. Ik was vandaag nog even aan het luisteren naar Bart Sibrel. En die man van over die maanlandingen, die daar films over heeft gemaakt. Twee documentaire films. En die heeft dus ook gezegd dat hij is pas sinds een paar jaar de Bijbel gaan lezen. En toen hij de Bijbel aan het lezen was, toen dacht hij, oké, nu is het voorbij. En nu gaat de waarheid erboven komen. Dat is toch goed, hè? En, ja, ken jij Bart Sibrel? Bart Sibrel? Nee. Okay. Beetje bolleman. En hij is wel vrolijk en hij heeft hele leuke films gemaakt over die maanlandingen. Want er klopt helemaal niks van. Het is ook echt ongelooflijk. Maar er was dus ook iemand die pas kort tot de Bijbel is gekomen. En ook, je hebt natuurlijk mensen als Walt Stickel bijvoorbeeld. En ook Tom Fresh. Er zijn echt meer van die mensen die pas sinds een aantal jaren zich bewust worden van de grote nattigheid die ze altijd al voelden. Dus eigenlijk is het allemaal hele recente kennis. Ik noem iemand als Frederick Tupper Saucy. 1998 is dat boek. Dat zijn allemaal best wel nieuwe inzichten of zo die aan het ventileren zijn. En dat is toch positief? Dan hebben we toch nog een kans. Als het allemaal zo nieuw is. Nou ja, het spijtige is dat er volgens Voltaire tegen het einde van de 17e eeuw 6000 boeken over de Jezuïten waren. Hè. Zoek die vandaag maar nog een keer. Hè. Oh, is dat zo? Ja, dat heeft Voltaire nog gezegd, ja. Ah, dat wist ik niet. Nou, ja, goed, natuurlijk, je leert altijd iets bij als je met mij bent. En ik leer ook iets bij, hopelijk. Nee, maar dat heeft Voltaire gezegd, dat tot het eind van de 17e eeuw waren er 6000 boeken over de Jezuïten. En vandaag vinden we nog geen fractie meer daarvan. En als je dan boeken over de Jezuïten vindt, dan zijn ze vaak van de Jezuïten zelf geschreven, gelijk met Graham Martin, The Keys of This Blood. Oké. Ja. Malachi Martin, zei je? Dat is van de Jezuïten zelf? Malachi Martin is een Jezuïet, ja. Oké. Dat weet toch iedereen? Jawel, maar hij heeft het werkje dus met een agenda geschreven, bedoel je? Dat weet ik niet, maar ik had het niet over, maar het is een Jezuïet zelf die over de Jezuïten schrijft. Mm-hmm. Dus, mm-hmm. Dus gelijk, alleen aan de andere kant kun je ook nemen die boeken van Everett Manhattan. Ja. Everett Manhattan heeft heel veel boeken geschreven, hè? Mm-hmm. The Vatican, Washington, Moscow Alliance, Vatican Alliance, ja. Vietnam, Why Did We Go, The Vatican Billions, The Vatican Holocaust, mm-hmm. Noem maar op. En dat was ook een Malteser ritter. En wat zijn dan volgens jou zijn gronden geweest om dat te schrijven? Dat weet ik niet, dat moet je hem vragen. Nee, maar hij leeft toch niet meer? Wel. Nee, uiteraard. Maar ja, ja. Weet ik veel wat zijn redenen waren. Dat weet ik niet wat zijn beweegredenen waren. Nee. Een punt is alleen maar dat je een boek leest over zo dergelijke dingen, maar geschreven van iemand die zelf een insider is. Ja. Ja. Net als die Rooney met de Club of Vatican. Ja, dat is hetzelfde. Dat is ook een Malteser ridder. Ja. Ja. En die heeft dat boek geschreven, ja. Maar die heeft dat boek in feite ook niet speciaals bekend gemaakt. Dat boek is in feite alleen maar interessant als je het... Als je het leest samen met Tom zijn uitleg, hè? Mm-hmm. Als je dat boek zo leest en je leest het niet door de bril van een protestant, sowieso niet, mm-hmm. Is dat een heel gevaarlijk boek, hè? Ja. Dat is pure katholieke propaganda. Ja, ik zag er ook, daar werd ik op geattendeerd. Er was een film en die heet Spotlight. En die gaat over het... Ik weet nog over die gaat, ja. Ik heb die vandaag nog mijn moeder gedownload op het internet om te kijken in Duits. Uh-huh. Van de Boston Globe, ja. In die film met Michael Keaton, die een van de hoofdrollen daarin speelt. Ja. Ja, ik ken die film, Ik heb er al over, in mijn video's heb ik het er al over gehad. Ik heb dan die trailer bekeken. En wat mij stoorde, was dat je Jorge Mario Bergoglio, dus Franciscus I...
Ja, ja, ik weet het. Die komt, Rick. Oh, even jij voor de luisteraars dan. Hè. Die komt ook eventjes in beeld. En dan heeft hij zo zijn hoofd in zijn hand. En dan zo'n voice-over die dan zegt dat Jorge Mario Bergoglio, die heeft er altijd aan wat aan willen doen. En nu gaat hij er ook wat aan doen. Toen dacht ik, bah. Want dat is helemaal niet waar. Oh, nee. Vraag dat eens een keer aan Kevin Arnett. Kevin Arnett heeft jarenlang die wereldwijde katholieke pedofilie onderzocht. En is daarmee naar de Wereldrechtbank gegaan. En wat heeft de Wereldrechtbank in zijn Gesicht gezegd? Ja. Sorry meneer Arnett, we hebben geen jurisdictie over de paus. Daar kunnen we niks niet aan doen. Dat is ongelooflijk. Dat is zo. Kijk eens een keer naar België. Je hebt hier een paar jaar geleden die zaak die Troe gehad. In de jaren 90. Daar werd ja? heel veel van trouwens. Ja. En die Trien van Dutroux, Michel Martin, ja. is ook mee veroordeeld geweest. En die is een paar jaar geleden eruit gekomen uit dem Back. Warum ist er uitgekomen? Ze heeft hier unser kanones Recht gesetzt. Es ist in ein Kloster terecht. Och, dat is ook zo, ja. Ah ja, natürlich ist das so. Ich vertel auch geen Leuges. Ja, ich muss mich nur erinnern. Die kunt haar nichts, want ze zit in een Kloster. Ja. Geprotecteerd van de Vatikan. Das ist in feite hetzelfde gelijk na de Tweede Wereldoorlog, de Vatican Red Lines. Also al die kloosters voor nonnen en monniken, dus mannelijke en vrouwelijke kloosters gebruikt hebben om krijgsmisdaders, oorlogsmisdaders van het Derde Rijk. Ja. Wat? Nee, ik vertaal, ik maak een grapje. Want je, oorlogsmisdadiger op zijn Duits, is dat Christ? Kriegsmistreter of zo? Nee, Kriegsverbrecher. Kriegsverbrecher, ja. Ja, Kriegsverbrecher, ja. Dus oorlogsmisdadigers, volgens. Alleen. En die zijn allemaal ingesluist geweest in die kloosters over heel Europa. Zijn daar opgevangen geweest, hebben dan nu een papier gekregen. Dan zijn ze met een schip af naar Zuid-Amerika, Argentinië, ja. Chili, Brazilië en laat ze maar daar. Mengele, Bormann, Hitler zelf, al die mannen. Ja. Omdat de Vatikan kunnen niks niet doen. Hè? Dat is gelijk dat het kanonsrecht is. Hè? Kanonsrecht is van, de paus is de rechter van iedere man, maar mag zelf niet van de man veroordeeld worden. Of gerecht worden. Hm? Ja, kanonisch. The judge of every man, but may not be judged by man. Ja, so, om de Engels te zeggen, daar ken ik die Engelse uitdrukking beter gewoon. Ja, dat maakt niet uit. Ja, maar we proberen dat je hier een Vlaams te maken. Hè. Dus, ja. Dat is een feit, dat lukt wel. Ik heb nog nooit een Vlaamse video gemaakt. Want ik heb niemand meer die Vlaams daarover kan klappen. Want die paar mensen die ik hier in België ken, dat zijn zo slaapschapen. Die snappen daar geen bal van als je daarover een keer wilt praten. Die zijn allemaal zo ofwel 100% atheïst of 100% katholiek dat echt geen zin heeft om daarmee te gaan klappen. Uh-huh. Daar geraakte zo gefrustreerd. Ja, dan concentreer ik me op mijn Duits. Want ik heb in Duits een wonderbaar publiek blijkbaar aangesproken. Ah. Ik heb fantastische volgelingen in Duits op mijn kanaal. Echt heel veel steun van die mensen ook. Wat lief. En in Engels valt dat ook mee. Ja, in Engels heb ik dan een beetje een kring opgebouwd. Gelijk met Tom Fressen. Zo anders kende ik die ja niet. Aha. Maar hier in België, jong, heb ik niks. Als ik hier buiten mijn vier muren kom, dan ben ik in vijandelijk gebied. Hè. Ja, dus dat is lekker leuk. Het is een keer leuk om met iemand een Vlaams daarover te kunnen gaan klappen. Ik heb nog een andere Nederlander gehad tot voor kort met die ik heb kunnen spreken. Die kende jij waarschijnlijk ook. Nou. Alrik Wiley? Nee. Kende niet? Oké, okay, des te beter. Okay. In elk geval... Wat? Want, hoe spel je zijn naam? Alrik? Alrik. A-L-R-I-K. Ja. En Wiley, gelijk die auteur, James Edgar Wiley, een achternaam. Oh, oké, Dat is geen... W-Y-L-I-E. Ja. Dat is geen veel voorkomende naam hier in Nederland. Nee, maar die heeft een YouTube-kanaal gehad vroeger van We Are One Big Family. En We Are One Big Family is back. En nu noemt hem zich Stardust of zoiets. Is een heel grote volger van Eric John Phelps. En een man met zeer grote psychologische problemen. Dus, maar ik heb daar dus geen contact meer mee. Want de laatste keer was mij gewoon te bond geworden. Was mij genoeg. Ja. Ik laat me niet beledigen en dergelijke dingen. Oh, dat zou ik ook niet doen. En zeker niet als het totaal ongegrond is. Als het uit het niets komt. Ja. Bij wijze van spreken. Maar ja, zwart.
Dus ja. Met die heb ik nog een klein beetje Nederlands kunnen gaan praten de laatste tijd. Maar voor de rest nooit niet meer iemand. Dus vind ik het denk ik leuker met jou, Perry. Nou, je merkt er niks van, Jurk. Het Nederlands komt er prima uit. Ja? Ja. Grote opluchting. Bedankt. Nou, ik vind dat... Het probleem is met al die... Met al die termen die je natuurlijk studeert in dat kerkrecht, in geschiedenis, in bijbelgeschiedenis, bijbeluitdrukking en dergelijke. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal uitdrukkingen, die ken ik allemaal in Engels. Ja. Dan kan ik ze zelfs grotendeels niet naar Duits verklappen, vertalen. Ja. Ja, omdat ik gewoon, ik ben geen vertaler. Hè. Ik kan een taal spreken, weet je. Ik kan nu met jou in Nederlands gaan klappen, maar vraag mij alstublieft niet alles wat ik u zeg nu te vertalen naar Duits of naar het Engels. Nee. Dat kan ik niet. Ik versta een taal, ik leef een taal, ik ben in die taal. Ja. Zo kan ik dat. En ik lees in dingen, ik lees in Engels, lees ik dingen gelijk The Son of Iniquity of ik weet niet wat, van dingen. En ik snap wat dat wil zeggen, maar vraag me nu niet dat te vertalen naar het Duits of naar het Nederlands, versta je? Ja. Dat is een beetje mijn probleem dat ik heb. Vandaar dat ik soms zeg, gelijk dat straks met die veil of flesh, dat ik zeg, dat mantel van, of hoe je dat ook wil vertalen. Dat is wat. In elk geval is het een keer leuk, Perry, om met iemand in Nederland te kunnen klappen. En als jij een of andere vraag aan mij hebt, en je wilt graag een keer over een onderwerp gaan klappen, dan zeg ik van, shoot. Nou precies, ik ben hier. Wat ik heel graag zou willen doen, ik wil het nu wel afronden voor deze voor de intro. Mm-hmm. We kunnen dan zo dadelijk gelijk de tweede opstarten. En dan pakken we het eerste onderwerp. Maar ik weet niet of jij nog tijd hebt. Maar het eerste onderwerp wat ik graag zou willen, dat je iets vertelt over het vroege christendom. En hoe dat overgenomen werd door de Rooms-Katholieken, of wat we nu de Rooms-Katholieken noemen. Met het concilie van Nicea. Weet je daar genoeg van die tijd om daar iets over te vertellen, voor een minuutje of 10? En daarna kunnen we door naar het vroege protestantisme, met de eerste protesten. Ik zal een keer zo zeggen, als je denkt dat je hier een geschiedenisprofessor hebt zitten die alles zo van die dingen... Dat maakt niet uit, maar je weet er wel wat van en dan kunnen we er samen over praten. Ik weet een beetje over waar dat naartoe gaat. Ik bedoel, als je nu begint met al die namen die er toen waren, Conciel van Nicea, ik weet niet wanneer was dan die passende 500 ergens? Dat is 325. Dat was nog voor Laodicea dan. Laodicea was 336 of zoiets, of 37 of zoiets, hè? Laodicea? Wat is dat dan? Ja. Hoe spel je dat? Dat ga ik even nazoeken. Laodicea. Laodicea. Ben ik nu mis? Ik heb daar juist nog over gelezen, over dat ding. Over dat concile. Maar was dat het concile van Nicea? 337 of wat? Ja, het concile van Nicea. Daarin hebben ze al die vroege christenen tezamengebracht. En daar hebben ze daar een kanonieke bijbel opgesteld in het Latijn. En toen begon de donkere tijd. Want toen kregen dus de Dark Ages. Want in het jaar 500 was heel Europa helemaal vergeven van de priesters en de pasteurs en de kardinalen. En al die aflaten, die indulgencies. Mm. En al de propagatie van misdrijven en pauzen die orgieën hielden. En er kwam volgens mij ergens in het begin van 1400 kwamen daar de eerste. Ik dacht dat Jan Hus was of zo. Of Wycliffe. De begin van de reformatie, dat was Wycliffe. Hè? Mm-hmm. Dat was in de 15e eeuw, 1450. Ja, zoiets. Ongeveer begon die. Dus in de tijd als Gutenberg de boekenprint uit begon te vinden. Ja. Maar dat was in Duitsland, in Mainz, in diezelfde tijd leefde Wycliffe. Mm-hmm. En Wycliffe hebben ze dan vermoord en vergraven. En dan later nog een keer zijn been er in het riop gegraven en vermalen en in die rivier gegooid. Mm-hmm. En Wycliffe geldt eigenlijk als de morning star of the Reformation. Dus de ochtendster van de reformatie. En dan had je natuurlijk dan Tyndale die dat voortgezet heeft. En die dan heroisch in Vilvoorde hier bij Brussel gedood geweest is in 1536. Met zijn laatste beroemde zin. Oh God, open the King of England's eyes. Ja. En een jaar later dat koning Hendrik VIII dan de Engelse Bijbel
gepubliceerd heeft en ja. de Anglikaanse kerk verplicht heeft om deze Bijbel overal te hebben. En dus de Bijbel was toegankelijk in Engels voor de Engelsmannen voor de eerste keer in hun geschiedenis. En uit deze Bijbel is dan de Geneva Bijbel voortgegroeid in 1560. Mm-hmm. En dan later de Geneva Bijbel van 1599, maar met heel veel apocrypha bij en heel veel footnotas. En mm-hmm. uiteindelijk heb je dan in Engels King James, die dan een comité samengesteld heeft, 9 groepen van 6 man, mm-hmm. 54 geleerden, gescholeerden. Ja. En geen enkele katholiek daartussen, heel belangrijk. die dan de Textus Receptus genomen hebben op basis van de Engelse Bijbel, die dus al de basis was van Wycliffe ja. en Tyndale. En samen met de Textus Receptus en de Duitse Bijbel van Martin Luther. Uh-huh. Dat allemaal bijeengenomen hebben en dan dus die King James ja. Bijbel opgesteld hebben. Uh-huh. En gelukkig maar, want... De Jesuiten waren daar niet zo gelukkig mee mm-hmm. en wilden dat niet. En dat comité is opgericht in oktober 1604. Ja. En de Jesuiten hebben dan gepland om op 5 november 1605 dat gehele parlement in de lucht, ja. in de lucht te jagen. Met de zogenoemde Gunpowder Plot. Ja, het buskruid-samenswering. De buskruid-samenswering, ja. De buskruid-conspiracy, ja. Vandaag de dag heel beroemd natuurlijk in de tabloids gebracht met die film V for Vendetta. Met die, waar ze allemaal diese masker dragen daar van Anonymous, die mm-hmm. Anonymous overgenomen heeft. Mm-hmm. Dat gaat dus over een verheerlijking in feite van die Guy Fawkes. Ja. En Guy Fawkes was die leidende Jesuit in dat Gunpowder Plot, of die, hoe noemde dat in Vlaams? Gunpowder Plot, hoe noemde dat? Ja, buskruid. Buskruid. Buskruidcomplot. Buskruidcomplot, ja, ja. Okay, ja. Dat vind ik een moeilijk woord. Ik gebruik liever Gunpowder Plot in Engels. Ja, hoe staat op het Duits? ja, waarschijnlijk Schießpulververschwörung oder so. Schießpulververschwörung. Ja. Ah, dat klinkt ook wel mooi hoor. Weiß ich nicht, ik heb het niet nagekeken. Ik noem het Gunpowder Plot. Maar ja, in elk geval. Da waren 3 grote probeersels van de Romeins-Katholieke Kerk met of zonder de Jesuiten om het protestantse Engeland in de tijd om te werpen. Dat was de Babington-plot van 1580, dan heb je 1588 de Spaanse Armada, waar de paus dus de Spaanse koning opgezet heeft om zijn vlot, zijn hele vlot naar Engeland te sturen en Engeland te verinnamen voor hem. Ja. En God heeft daar zijn hand over gehouden en heeft gezegd van nee. En heeft die schepen allemaal kapot laten gaan. Als ze wilden landen, bij wijze van spreken. Allemaal ja, stuk gelopen. Ja, ja, ja. Niks van gekomen van die landing. Spaanse Armada was wel de machtigste vlot ter wereld in de tijd. Laten we even bij stilstaan, want dat is een heel mooi heroïsch verhaal. Want ja. De paus had dus daar in Portugal iets van 200, 500 boten laten timmeren. Dat heeft die man een godsvermogen gekost. Die heeft hij allemaal naar Engeland gestuurd. En er zaten natuurlijk allemaal van die Spanjolen zaten erin. En toen werd het daar koud weer en dan gingen ze door het kanaal. En die Engelsen, ja, die waren denk ik iets beter gewend tegen dat weer. En die hebben ze ontzettend op hun kloten gegeven. Dat is gewoon normaal Nederlands. Ja. En toen zijn ze de Noordzee opgevlucht. En toen durfden ze niet meer terug door het kanaal. Toen dachten ze, nee, niet nog een keer tegen die Engelsen. En toen hebben ze besloten om bovenlangs, langs Schotland, om boven Schotland langs naar huis te gaan. Wat een drama is dat geworden. Dus de paus die kreeg een derde of zo van zijn bootjes terug. En allemaal mannen met pleisters. Ja, en God heeft er nog goed in geïnterveneerd door daar krachtige stormen op te laten blazen. Waardoor enkele van die schepen dus op grond gelopen zijn en alles. En alles gewoon aan de velzen zijn kapot gegaan. Hè. Dus, die interventie van de hand van God, hè. Ja. En dat was dezelfde reden, want daar weet in feite niemand niet waarom dat de Gunpowder Plot uiteindelijk ontdekt geweest is voordat het zover was. Niemand weet wie dat lek was, die dat gelekt heeft, bij wijze van spreken, dat de waakmannen daarvan in kennis werden gezet, mm-hmm. dat er zo'n verswering aan de hand is en dat ze dan naar beneden moesten gaan, die kelders gaan controleren. En, mm-hmm.
Kijk, in die tijd was het zo, dat is ja vandaag de dag nog altijd traditie. De koningin van Engeland, die Queen Elizabeth daar, die gaat ja ook nog een keer per jaar gaat ze ja het parlement openen. Voordat ze dat doet, worden er nog mensen gestuurd om in de kelders en zo alles te gaan controleren op bommen en dergelijke dingen meer. Ja. Dat gaat allemaal terug omwille van die dingen van 1605. Ja. Maar hadden dus de Jesuiten er toen in geslaagd, om koning James en de regering in de lucht te jagen allemaal, met hun buskruidverswering, hadden ze erin gelukt, dan hadden wij de koning James Bijbel vandaag niet, de King James Bijbel. Niet graag. En dan zouden we die niet gehad hebben. Ja, ja. Oh, nee. En daarin zie je dus dat het Gods interventie is, want als je van Nicolini dat boek leest, die ja in die tijd van, wat was dat, de Secret Treaty van Verona, dacht ik, waarom daar ergens in de achterkamer zat en die Jesuiten hun verzweringen maken, dat allemaal opgeschreven heeft in dat boekje. Da was ja duidelijk daarin, dat ze vooral die King James Bijbel gingen attackeren, omdat willen van dat die enige vandaag de dag bewaarde schrift van God is, het bewaarde woord van God is, het ongecorrupeerde woord van God. Ja. Kijk, er zijn veel mensen die zeggen ook van, ja, maar je kunt er ook de Geneva Bijbel nemen, de Genfer. De Bijbel van Geneve van 1560 of van 1599. En die wordt voor heel veel mensen wordt die enorm gewaardeerd, omwille van dat die mensen zeggen van, ja, da zijn zo prachtige footnotas bij, met zo prachtigen uitleg en dit en dat allemaal. Maar, weet je, dat is mijn enige reactie op, ja, maar die footnotas heeft God niet geschreven, die footnotas hebben mensen geschreven. Ja, klopt. Als ik de Bijbel wil lezen, dan wil ik Gods woord lezen en niet dat woord van een mens. Ja. Daarom ben ik persoonlijk geen grote fan van de Geneva-Bijbel, maar ik moet wel aan de andere kant zeggen, als ik geen King James had, dan zal die mijn tweede keuze zijn. Dus ja, dat geef ik daar wel toe. Maar dan moet ik nog al die footnotas daar van de mensen dan natuurlijk niet meer bijlezen. Hè? Maar daarom werd die zo enorm gewaardeerd. En als we dan toch eventjes bij de King James zijn, weet je, veel mensen weten niet, waarom noemt de 1611 Koning James Bijbel de Authorized Version, dus de geautoriseerde versie. Veel mensen denken, ik weet niet of dat jij daarvan op de hoogte bent, maar de meeste mensen denken, dat is Koning James, die heeft die geautoriseerd. Ja, maar Koning James, maar dat was, en dan zeggen veel mensen, hij was een sodomiet. Of op moderne taal te zeggen, dat mensen dat ook eens een keer verstaan, die niet altijd in de kerkwereld bezig zijn, dat is dan homoseksueel. Was hij dat? Ik gebruik dat woord homoseksueel niet. Nee, maar was in de Bijbel, spreken ze uitdrukkelijk daarover, dat zijn sodomieten, geen homoseksuelen. Ik ben totaal met je eens. Voilà, prima. Dus ik gebruik deze political correctness niet. Deze woorden om alles politiek correct uit te spreken, dat interesseert me geen bal. Ja, ik zeg het gelijk dat het is, en dat zijn voor mij zijn dat sodomieten, punt, uit. Ja. Nee, dat was hij niet, maar het is natuurlijk gemakkelijk, als je achteraf zo'n mens wil gaan discrediteren, maar als je die mens discrediteert, discrediteerde je dat werk dat hij in gang gezet heeft. Ja. Ja. En de Jesuiten hebben als een van de basisdingen zich voorgenomen, dat is in hun exercitien staat dat erin, in hun statuten staat dat erin, dat is natuurlijk de Bijbel te marginaliseren en weg te nemen. Dat zijn natuurlijk dingen die leer je als je boeken leest, gelijk Rulers of Evil, van Frederic Tapassant, dat ik ja gelezen heb, zoals je weet, op mijn kanaal. Ik heb nu juist deze week kapitel 23 in Duits gelezen, want ik heb een wonderbare Duitse boer uit de streek van boven aan de Baltische Zee daar, Greifswald, daar in die streek woont die. Ik heb een samenvatting gedaan van Rulers of Evil in Engels en die vertaalt die samenvatting compleet naar het Duits. Okay. Nu, van die samenvatting in Engels komt niks meer, want dat is zo uitgegroeid dat ik in feite al 10 video's van die Duitse vertaling gedaan. En dat is al 22.000 keren bekeken, die video's. Wow. Ja. Het is bijna meer als die 25 kapitels van het hele boek in de Rulers of Evil, wat ik in Engels gelezen heb. Wow. Dus dat Duitse wordt echt heel veel bekeken. Herrscher des Bösen noemt dat.
Hersen van het kwade. Hè? Ja, ik heb ook een aantal geluisterd. Want dan leer ik ook weer een beetje Duits, Jurk. En ik heb van hem deze week de laatste deel gekregen van kapitel 23. Dat is The Dome of the Great Sky. Ik wou zeggen, ja. Ja. Daar heb ik in Engels toen twee delen van gemaakt. Eén van 50, één van 30 minuten. Mm-hmm. En ik heb dat in Duits heb ik dat ingebakken gekregen in één ding van 68 minuten. Okay. En dat heb ik eergisteren of zo heb ik dat ingelezen. Dus de Audioopname gemaakt. Nu moet ik de video nog maken. En dan ga ik daar waarschijnlijk deze weekend, als ik daarin slaag, dit weekend buiten te smijten, gaat dat dit weekend buiten komen. Want dat is al 4 weken geleden dat ik Rulers of Evil nummer 9 al uit had. Ja. En dat is zeer interessant. Maar waar wilde ik eigenlijk op neer? We waren op de King James Bijbel waren we gebleven. Ja, maar even tussendoor voor mijn luisteraars. Ja. Even dus, je mag ze dadelijk weer door, Jurk. Maar luisteraars, Jurk Liesman en de zijnen hebben echt hele mooie besprekingen gehouden van het boek Rulers of Evil. Van Frederick Tupper Saucy. En dat is een recent boek uit 1998. En dan mag je best een keer zelf gaan lezen, maar luister ook een keer naar deze mensen, want die hebben het al voorgekauwd. Oké, dit was de reclame daarvoor. Nu mag jij weer door, Jurk. Ik weet niet over welke mensen dat je het over bezig hebt, want ik heb dat boek gelezen. En, ja, maar Tom Fress heeft het ook gedaan. Nee, ja, ik heb dat nu gedaan. Tom Fress heeft dat al jaren geleden gedaan. Dat is bij Tom Fress, ik weet niet, al zeker 5-6 jaar geleden, als het niet langer is. En dat zat uiteraard in de archieven van First Amendment Radio. En die heeft dat nu terug uitgebracht. Omwille van Nicholas Arthur wilde altijd dat Tom Fress dat boek nog een keer leest. En Tom zegt van, ik heb daar zoveel tijd in gestoken. Zegt hem, ik zie niet in dat ik zo'n werk 2 keren moet gaan doen. Tom heeft al 1 keer een fantastisch werk 2 keren gedaan. En daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor. Hij heeft het boek Romanism and the Reformation van Henry Grattan Guinness 2 keren gelezen. Hij heeft het 1 keer gelezen op First Amendment Radio. En dan heeft hij het 1 keer gelezen in een studiegroep die er toen gemaakt werd van Walt Stickel, van de website Grand Design Exposed. Ja. Die heeft daar s'nachts, mijn tijd hier in België, zondagnacht om 1 uur, dus maandagmorgen om 1 uur, een uur dat Tom dat boek ging lezen en een uur dat ze daarna dat gingen bespreken. Dus bij die bespreking was ik uiteraard niet altijd dabei, want dat was dan al meer dan 2 uur nachts, maandagmorgen. Maar hij heeft het hele boek op 1 aflevering na, denk ik, heeft hem niet gelezen. Het is niet compleet. Dat moet hem nog afmaken, dat heeft hij mij ook beloofd. Dat doet hij met mij via een Skype-call, dat gaan we een keer doen. Ja. Maar al die andere dingen zijn open. En dat, ik wilde dat natuurlijk opladen op mijn kanaal, maar ja, ik heb dat dan van First Amendment Radio genomen natuurlijk. Ik wist niet dat dat van First Amendment Radio was in de eerste plaats, want ik heb dat van een andere YouTube-kanaal gekregen, die noemt Be Separate. Uh-huh. En dat is een zeer, zeer schone videokanaal ook van YouTube, zeer biblisch wat die oplaadt. Niet zo veel Zevendaags Adventist, maar ook veel andere dingen, en dat vond ik eigenlijk heel fijn. Uh-huh. Van die vent heb ik toen die audio's gehad van. En heb dat dan op mijn kanaal al hooggeladen. En Nicholas Arthur zegt dan in één keer van dat ik dat niet mag doen. Dus ik moest alles eraf halen. Ach. Ik heb ook toen de tijd heb ik 66 delen al opgeladen gehad van The Global Vatican van Tom Fress. Die moest ik ook allemaal eraf halen. Die laat ik nu allemaal terug op Vimeo. Ik heb een Vimeo kanaal opgericht. Maar Vimeo is betalend. En dus ik ben daar gratis in. Dus ik kan me maximaal 500 megabyte per week opladen. Oh, dat is niet veel. 500 gigabyte is het zeker, hè? Nee, ja, megabyte. Megabyte. Megabyte, dat is dat? Nee, dat is megabyte, hè? Als ik een filmpje heb, is het al gauw 2 gigabyte als ik het upload. Laat me eens een keer gaan kijken hier bij mij. Maar het maakt niet uit. Nu weet ik het echt allemaal niet meer. Maar terug naar de King James. Hè? Je had het over de King James Bijbel. Ja, ik kan direct eens kijken. Maar nu wil ik het weten hoe groot mijn video's zijn. Ja, wacht eens een keer. Oké. Nee, voilà. Hier mijn Duitse video hier bijvoorbeeld van All Roads Lead to Rome. Dat in het tweede deel is 742 megabyte. Dus dat is megabyte. Dat is wel juist. Ja. Dus je bent op Vimeo beperkt tot 500 megabyte per week. Oké, dan kan je echt alleen maar hele kleintjes maken, ja. Ja, voilà. En die video's van Tom Fress, Global Vatican, zijn rond de 50 minuten. Mm-hmm. En ik heb vaak het geluk dat ze juist onder de 250 megabyte zijn. Dan kan ik 2 stuks per week opladen. Ja, oké.
En ik heb tot nu toe op die Vimeo-kanaal 32 of 33 delen opgeladen. Okay. Met nu zondag was de, maandag was de laatste die ik opgeladen heb. Nu moet ik weer een paar dagen wachten tot ik dat terugkrijg. Anders moet ik daarvoor betalen. Hè? Hmm. Als je daarvoor betaalt, dan krijg je meer. Hè? Maar ja, dat doe ik dus niet. Nee, dat zou ik echt niet doen. Dat lijkt me erg onverstandig. Maar, nee, ik vind dat niet in orde. Van, maar als ja, je moest ze afhalen van YouTube? Ja. Van First Amendment Radio? Ja, omdat hij zegt van dat is mijn bron van inkomst en dat kan ik geen barst schelen dat ik daar geen cent mee verdien. Want met alles wat ik op YouTube verdien, geen enkele cent. Ik heb 3 kanalen op YouTube en ik verdien geen cent op al die dingen. Ik wil ook geen. Ik blokkeer al mijn video's voor reclame en dergelijke dingen meer. Ik verbied het zelfs. En je mocht mijn video's overal heropladen, maar daar mag geen geld mee verdiend worden. De Bijbel zegt, buy the truth and sell it not. Ja? Ja. Mijn waarheid is niet te koop. Absoluut. We zitten... Ik heb een kind. Ik ook. Oké. Okay. Ja, die van mij is 16? Die van mij is 23. Oké. Okay. 24. Oké, okay, 1 kind heb je ook. Ja. Oké, okay, ja, ja. Nou, ik ben voor 5 jaar geleden... was ik op een bijeenkomst van Alternatieve Media Nederland. Met de beroemde namen hier, dat zal ik niet mee vermoeien, is helemaal niet belangrijk. De meesten hebben inmiddels ruzie onderling of zo. Dus niet zo vrolijk nieuws. Maar toen waren we met z'n allen bij elkaar. En ik ontmoette daar een vrouw, en die was iets van in de 40. En die had altijd gewerkt in de verpleging. Dus die had nooit een vlieg kwaad gedaan. Die had alleen maar konten gewassen. En die was overtuigd kinderloos. En ze had een vriendin en die had er wel voor gekozen. Vertelde ze mij. En inmiddels was die vriendin ook achter het een en ander gekomen. En die vriendin had tegen haar gezegd dat ze misschien niet spijt had dat ze niet dezelfde weg had gekozen om geen kinderen te krijgen. Maar dat ze er wel mee opgescheept had met een kind waar tegen ze niet kon vertellen... dat het kind echt een toekomst had. Van, wat moet ik tegen mijn kind zeggen? Had ik maar geen kinderen gekregen. Ja, dat is natuurlijk die vertwijfeling die mensen hebben, Perry, als ze de Bijbel niet kennen. Uh-huh. Als ik de Bijbel niet ging kennen, dan ging ik ook geen kind graag in de wereld gezet hebben. Ik heb dat in een tijd wel gedaan. Ik kende de Bijbel niet, daarvan afgezien. Maar toen was ik sowieso ignorant gelijk niks. Maar vandaag de dag, mensen die zo die vraag stellen, als je die mensen dan eens een keer de Bijbel geeft, dat is dan natuurlijk wel een beetje om hen eventueel te kunnen gaan helpen. Hè? Vandaarom doe je dat. Hè? Want kijk, het is misschien een ander onderwerp, en je gaat dan misschien niet graag in die richting, maar ik heb dat een beetje zo mijn stekpaardje gemaakt. Ik zeg, op iedere mens vraagt zich op een bepaald ogenblik van zijn leven 3 vragen af. En of dat die moment vroeg in zijn leven is, midden van zijn leven, op het einde van zijn leven. Iedere mens kan vroeg of laat zich die 3 vragen stellen. Uh-huh. En die vragen zijn 1. Waar komen we vandaan? Waar kom ik vandaan? Uh-huh. Waarom ben ik hier? Uh-huh. En waar ga ik naartoe? Uh-huh. En dan kun je in deze wereld... gaan van dokter naar professor, van psycholoog naar filosoof. Je kunt boeken lezen nog en nog, je kunt films kijken nog en nog. Je kunt filosofie studeren, gelijk Socrates en Plato en Aristoteles gedaan hebben. En de hele leer van de Romeins-Katholieke Kerk bouwt zich op deze studies uit Griekenland, ja. Uit dat derde koninkrijk in de tijd van... Stimmt. Dat van Daniel voorverteld was in zijn profetie. En je gaat die antwoorden nergens niet vinden. Dan gaat je naar het boeddhisme, daar krijgt je weer een andere antwoord. Dan gaat je naar het hindoeïsme, daar krijgt je weer een andere antwoord. Dan gaat je naar het islam, dan krijgt je weer een andere antwoord. Stimmt. Nu, dat probleem is, maar ene kan gelijk hebben. Klopt. Maar als je daar dan achter loopt... en ziet van, ja, maar wie heeft dan gelijk? Dat doen de meeste mensen al niet. Die stellen zich die vraag al niet. Die zijn, omwille van dat ze zoveel verschillende antwoorden krijgen, zijn ze zo ontgoocheld dat ze het juiste voor hun
Antwort niet finden, dazu sage ich von, da trägt allemal ob nichts, die Antwort finde ich sowieso nicht. En ze zijn ontgoocheld en gedesillusioneerd. En dat is precies wat een duivel wil. Ja. U desillusioneren. Ja, 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 ja. Dus, dan heb je een andere mogelijkheid. Dan heb je iemand die zegt van, ja, ik wil daar toch eens een keer naar kijken. Waar komt dan? Allee, als dat dan, laat ons maar zeggen, dat is dat boeddhisme. En laat ons dan maar zeggen van, we worden geherincarneerd. Of hoe zeg je dat in Vlaams? Ja, gereïncarneerd. Ja. Gereïncarneerd. We worden gereïncarneerd. Wat zit daar dan achter? Waar komt dat dan vandaan? Maar één woord ertussen. Reïncarnatie, dat komt uit de... Dat is het Hindoestaanse geloof. Ja. En dat is in principe... Dat is ook de theosofie is daar zwaar mee verwoven. Ja. En dus ook katholicisme. Ja, maar... En boeddhisme. Daar wil ik toch later nog naartoe. Ja. Boeddhisme en hindoeïsme hebben daar wel allemaal gelijk dat ze van de reïncarnatie min of meer gaan spreken. En van verschillende stappen die je in dit leven moet gaan bereiken en weet ik veel wat allemaal. Ik wil ook niet te veel in detail in deze verschillende religies ingaan. Maar het zou wel leuk zijn, want we gaan nu richting het uur. Hè? Ja? Omdat we deze gewoon het kaf van het koren gaan scheiden. Want wat ik persoonlijk vind... Dat Christus, dat was zeg maar de vlammende vuurpijl van de mensheid. In die zin de enige geboren zoon van God. Geen discussie over mogelijk, hè? Uh-huh. En ik geloof dat dat zoiets bouwt zich ook op. En als ik gewoon kijk naar de wandel en handel van Boeddha. Want ik heb de Dhammapada gelezen. Uh-huh. Ja, in de Dhammapada, daar staat er niks fout in. Je kan hooguit zeggen... Boeddha kende Christus niet. Ja, maar hoe kan het? Ook die man die leefde 300 jaar voordat Christus geboren werd. Je kan zo iemand toch niet kwalijk nemen dat hij de Bijbel niet gelezen heeft. Maar dat was gewoon daarvoor. En zo geldt het ook voor die dingen daarvoor en daarvoor. En die konden ook de Bijbel niet gelezen hebben. Maar dat waren wel rechtaardige en ook orthodoxe, om het op zijn Grieks, hè, orthodox betekent rechtwoordig. Ortho is recht en dox is woord. Dat waren orthodoxe mensen. Die deden geen vlieg kwaad. Die wilden gewoon een harmonieus geheel. Ter ere van het geheel. Spreek ik allemaal niet tegen, maar daar wilde ik niet op neer. Nee. Maar vertel maar wat jij nog even wil vertellen. Je hebt nog een paar minuten. Ik vind het heel fijn dat jij dat zo uitlegt. Maar waar ik in feite op neer wil, is op een ogenblik als je dan... gedesillusioneerd omwille van dat je in deze wereld zo die antwoorden op die drie vragen niet vindt die je stelt. Ja, precies, je hebt gelijk, kom terug. Dat je dan op zoek gaat naar die ene die je dan zegt van, oké, die neem ik dan misschien het meeste aan, maar ja, er zijn zoveel andere, ik wil weten, waar komt deze religie nu vandaan? Mm-hmm. En ik heb in Duits het boek gelezen van Alexander Hislop, in Engels noemt het The Two Babylons. Mm-hmm. In Duits noemt het Van Babylon naar Rome. Oké. Ja. En als je dat boek leest, en dat is niet gemakkelijk om te lezen, dat zeg ik daarmee bij, dat is een redelijk droog boek, echt waar. Mm-hmm. Je hebt een ander boek, dat is gelijkaardig, dat is Babylon Mystery Religion, mm-hmm, van Rev Woodrow, dat is veel toegankelijker, dat heb ik ook gelezen, dat is op mijn kanaal opgeladen in Engels. Ja, heb ik allemaal geluisterd. Ik heb het allemaal geluisterd. Voilà. Schitterend boek. Daar is niks aan af te zeggen. Maar dat is een andere zaak, daar gaan we een andere keer over. De punt is, als je dus die religie dan achtervolgt, in dit geval heb ik nu gezegd boeddhisme, of laat ons zeggen hindoeïsme. Mm-hmm. Ik hou me echt niet bezig met die details van die heeft die herencarnatie en die heeft dat niet en wat. De punt is gewoon, als je die religie op de grond gaat, dan kom je te weten waar die religie vandaan komt. En dan zie je dat deze religie, gelijk alle andere religies, één en dezelfde bron hebben. Mm-hmm. En die bron is Babylon. Mm-hmm. En als je wilt weten waar Babylon zijn bron heeft, daar is maar één boek waar dat in staat. Ja. Dat is de Bijbel. Ja. Dat is een hele mooie afsluiting. En als je dus via deze weg tot het woord van God komt, dan is dat een heel schone reis die je afgelegd hebt. Ja. En als je dan de Bijbel opendoet... En ik zeg dat niet alleen maar, ik doe dat. Ik heb mijn King James hier. En ik doe ze open in het eerste boek van Moses, called Genesis, chapter 1, in the beginning God created the heaven and the earth.
Als ik dat boek open doe en ik lees deze eerste zin, mm-hmm, en ik ontvang hem niet in mijn hart, ik geloof hem niet, mm-hmm, dan is het best dat ik dat boek terug dicht doe. Mm-hmm. Dat ik Plato zijn Republiek ga kopen. Oh nee. Dat straks iedereen depressief. Dat ik morgen naar een techno-fuif ga gaan. Bij speed ga ingroeien. Ja. Whisky ga zuipen, ja, totdat ik blauw aanloop. Precies, en dan carrière beginnen als pizza-courier. En dat ik vrouwen achteraan loop totdat ik niet meer kan. Want dan heeft alles toch geen zin niet meer. Ja. Maar als ik dat boek open doe, mm-hmm, en ik lees die eerste zin, mm-hmm, en ik laat hem in mijn hart, mm-hmm, en ik neem hem op en ik geloof wat daarin staat, ja, dan kan ik voor de eerste keer in mijn leven dingen door een ganz andere bril zien. Ja. Jurk, ik had het niet mooier kunnen afsluiten. We zitten bijna op een uur. We hebben nog 10 seconden te gaan. Ja. Je mag even gedag zeggen tegen de luisteraars. En dan ga ik hem afsluiten. Dan doe ik gewoon stop. Oké. Okay. Ik pak er wat aan de voorkant. Heb ik jullie laten lezen. De openingstekst gaat ik ervoor zetten. En ik maak een mooie afsluiting. Die plak ik erachter. En ik zet er wat foto's of filmpjes onder. En nu is de laatste seconde voor jou. 10 seconden. Ja, als die mensen willen weten hoe dat ze mij kunnen contacteren, Google gewoon Joggler66. Ja. Joggler66. Ja. Google dat en je vindt mij. Goed. Bedankt. Blijf even hangen, Jurk. Want gaan we even afscheid nemen dan samen. Dan, hè? Zo. Even kijken. Hoppakee.